Uit een carbonpapier. Want het carbonpapier heb ik inmiddels afgehaald. Dat kan je dus ook zien. Het blok komt uit 1970. En zo'n bladzijde bestaat uit twee delen. De bondgedeelte. En een oud papiergedeelte. En daar kan je weer wat anders mee doen als met het bondgedeelte. En ik had natuurlijk al wat dingen gedaan. Die had ik ook foto's van gemaakt. En ik wilde nu even een video maken. Want ik heb heel veel kleine papiertjes. En ik wil graag kijken of ik daar iets mee kan doen. Om zo'n kassabon te versieren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet echt goed weet wat ik wil. Dus ik ga gewoon dingen proberen. Dus vandaar een knutsel met mij video. Maar ik gebruik Mod Podge. Omdat het beter hecht momenteel, vind ik, dan... het is allemaal wel nat, maar het hecht iets beter als... als die natte lijn, want met deze kan ik toch weer wat sneller verder werken. Als met die andere lijn. Het heeft natuurlijk wel een nadeel dat Mod Podge is eigenlijk ook een primer of sealer. Ik had een stukje ruitpapier geïnkt. En nou ga ik kijken of ik daar iets op kan doen. Waardoor het papiertje weer interessanter wordt. Gewoon plaatjes over laagjes en zo. En ik wilde de plaatjes even inkten, zoals je ziet. Om de witte randjes een beetje weg te werken. Even kijken of het me lukt om er iets leuks van te maken. Memories forever. Ik ga eerst even kijken of ik wat kan compenseren. Dus een compositie maken. Ik weet niet of dat me lukt. Ja, ik denk dat ik dit wel leuk vind. En dit zijn natuurlijk ook leuke schrijfpapiertjes om in je journal te doen. In een vakje. Probeer ook de kleine dingetjes wat lijn mee te geven. Ik gebruik een beetje de lijn van het blokjespapier om het een beetje recht te houden. Mijn man is mijn dochter uit school halen. We zijn momenteel alleen thuis. Dus het is heel stil. Dan weet ik nog niet of ik er een leuke bloem nog bij wil doen. Of dat het er beter op maakt met een bloem of niet. Dat kan ook zijn dat je een andere bloem moet gebruiken natuurlijk. Kijken of ik iets anders heb. Ik heb zoveel liggen. Deze. Soms weet ik ook niet meer waar ik die kleine dingen voor moet gebruiken, want die komen allemaal uit zo'n blok en dan moet je dan een 3D of een zo'n ding mee maken, maar ja, soms dan wil je er wel iets anders mee dan alleen maar kaarten maken, want ik vind kaarten maken ook wel leuk, maar maakt het het zo vrolijker. Dit is misschien ook niet de goede. Die is wel wat groot. Deze is kleiner, hè? Ik weet ook niet of er een bloem op moet, hoor. Want ik ben alleen maar even aan het kijken. Want ik kan zomaar beslissen
om er toch niks op te doen, bij te doen, omdat ik het zo goed vind. Maar zo kan je met heel veel kant-en-klare dingen, ja, deze vind ik toch leuk. Kan je heel veel kant-en-klare dingen, kan je dus gebruiken op een vintage papiertje om het interessant te maken. En zo krijg je dus van een. Dan kan je eventueel de randen ook nog afinkten. En dan kan je dat weer gebruiken. Heel veel van deze dingen doe ik ook vaak inscannen. Ik zal er nog eentje proberen te maken. Even kijken of ik iets anders kan vinden. Iets totaal anders. Maar eventjes nog een stukje papier eronder doen. Ik vind die tekst niet zo leuk aan de onderkant. Misschien de cijfers wel. Even kijken. Dus ik gebruik die lijntjes een beetje, zeg maar, als kader. Om iets te scheuren. Dat vind ik dan weer het leuke van een blokjespapier of een lijntjespapier. Een makkelijke scheuren. En je kan het ook scheuren langs een rand van een liniaal. Hè? En om het een beetje minder wit te maken. Kan je natuurlijk een beetje licht met je borstel eroverheen gaan. Maar ik heb bijna geen modspot meer. Het is bijna op. Even de... Ik heb nog wel een nieuwe pot. Dus dan denk ik dat ik straks de nieuwe pot moet beginnen, hè? Niet helemaal recht. Ik had ook ergens mijn boomfolder. Kijk even inkten. Dan kijk ik even of ik leuke vlindertjes kan vinden die erbij kunnen. Zo doe je een beetje de witte rand van het plaatje weghalen als je het een beetje inkt. Dan krijgt het een betere definitie als je het opplakt. Maar daar hebben we het al een paar keer over gehad. Hè? Inkten kan je gebruiken om iets te verouderen. Om iets, zeg maar, van kleur te laten veranderen en iets definitie laten geven. We hebben dat ene dingetje ook gelijk weggewerkt. Nou, even kijken, volgens mij heb ik nog wel vlinders, denk ik. Dat is een hele grote. Kijk eens, hier heb ik eentje. Misschien ook een vlinder in de lucht. Even kijken of ik er nog een paar kan vinden. Een andere. Hier heb ik anders. Nou, vanmiddag was mijn telefoon leeg. Ik zat nog lekker te knutselen. Inmiddels hadden we dus deze al op de video gedaan. En deze heb ik inderdaad ook op de video een deel laten zien en heb ik inmiddels geplakt.
Ik vond de bovenkant nog heel erg leeg. Dus ik ga daar nog even de bovenkant van doen. Inmiddels is ook mijn modspot op. Dus ik moet het even met deze doen. En wat ik heb wel even een kwastje genomen om het goed te verdelen. En dan wilde ik een balk aan de bovenkant doen. En dan een deel op die balk. Een tekst. En omdat het over vlinders gaat, had ik ook nog een vlindertje gevonden. Zoals je ziet is inmiddels een heleboel niet meer aanwezig. Het is een lege tafel geworden. Want toen ik aan het filmen was, had ik in één keer niet in de gaten dat de batterij of dat de plek op was. Dus dit was de eerste waar we aan begonnen waren. Die wil ik aan de bovenkant ook nog even versieren. En zat ik gewoon lekker door te knutselen. Dus ik heb die hele stapel met plaatjes heb ik eigenlijk opgemaakt gedurende de middag. En dat zal zo even het resultaat laten zien. De ene is, ze zijn heel anders soms. Zo. En dan wilde ik een soort ticket op doen. Moet ik het goed opletten dat ik hem niet ondersteboven plak. Er zitten ook een soort kleine tickets zaten bij die plaatjes. Ja. En deze doe ik gewoon recht, zoveel mogelijk recht. En dan die bloem nog even terug laten komen. Die ook beneden. Dat maakt weer één geheel van het papiertje. En dit zijn dan de twee die we op camera hebben gemaakt. En ik heb dus de hele middag zitten knutselen. Deze moeten nog even drogen. Dus die wilde ik nog even met jullie af, had ik willen maken. En deze heb ik dus allemaal buiten camera gemaakt. Ze zijn er allemaal heel verschillend. En zoals ik al gezegd had, dit is echt laagje op laagje. Plaatje op plaatje. En de ene heeft muziekpapier, de andere heeft tissue paper of gewoon crafting karton. En of dat ruitjespapier die we bij de eerste twee ook gebruikt hebben. Maar dat is dus het idee. En zo heb ik dus mijn hele voorraad met kleine dingetjes opgemaakt. En een deel van deze zal ik ook weer inscannen. Ik ben bezig met een PDF, want het is inmiddels weer juni. En de PDF komt eraan om gratis op te vragen via e-mail. Ik laat nog in een filmpje weten wanneer je die kan opvragen, want dat is het weggeefactie van juni. Want het is inmiddels alweer 2 maanden geleden dat we weer wat weg hebben gegeven. En het wordt dit keer dus weer een PDF. Dus die kan je dan opvragen via e-mail. En dan als je die e-mailt wil, dan mijn e-mailadres staat beneden in de description box. En zodra die klaar is, maken we daar even een videootje van. En tot de volgende keer.